Hallo, hallo, hallo toppers! Het is maandagochtend en dat betekent dat er weer een nieuwe podcast online komt. Ik heb besloten om mijn aandacht nog even te richten, en misschien nog wel een tijdje, op de ontwikkelingen rondom het coronavirus, omdat ik merk dat het niet voldoende is, en dat snap ik ook wel, om een podcast op te nemen van shiften van angst naar vertrouwen, en dat veel mensen toch nog struggelen en het lastig vinden om in het vertrouwen te blijven ook. Dus wat ik vandaag met je wil doen is, ik ga met je brainstormen, ik ga met je nadenken, ik ga ideeën opperen. Ik heb een hele lijst gemaakt van dingen die je kunt doen om nu geld te verdienen. Of je al een bedrijf hebt of niet, maakt niet uit. Het gaat erom hoe je op korte termijn geld kan verdienen. Heel veel mensen zitten namelijk in paniek, zitten zonder inkomsten, zien hun inkomsten voor de komende maanden gewoon wegvagen als het ware. Opdrachten die gecanceld zijn, banen die ze niet meer kunnen doen, misschien als freelancer dat je werkt en er komt niks meer binnen. Dus ik ben eens gaan zitten, ik heb pen en papier gepakt. En ik ben zelf eens gaan brainstormen over wat zijn dingen die je nu allemaal kan doen. Hoe kan ik jou helpen als business coach en als love attraction expert. En die dingen combineren om jou op dit moment zo goed mogelijk te helpen. Ik heb het op Instagram al aangekondigd. Gisteravond, ik neem deze podcast op nu. Het is zaterdagochtend. Gisteravond, dat betekent dus dat het vrijdag was, had ik ineens onder de douche een download. Ik had al langer de vraag uitgezonden van, goh, wat kan ik doen op dit moment om echt op een dieper level van dienst te zijn? En ik wil mezelf ook even de tijd geven omdat er een download kwam. Hè? Dus tot de inspiratie kwam. En soms duurt dat even, soms komt het meteen. Maar gisteren onder de douche ineens komt het. En als je open staat om te ontvangen en in vertrouwen zit, dan komt die download. Daar geloof ik echt 100% in. Dat is hoe de wet van aantrekking werkt. Ten eerste, stel een vraag. Ik heb letterlijk de vraag uitgezonden, wat kan ik doen op dit moment om mensen op een dieper level te helpen? Jij stelt jezelf misschien de vraag, wat kan ik doen om nu geld te verdienen? Hoe kan ik mijn business online krijgen? Hoe kan ik, maakt niet uit wat er voor jou nu eenmaal speelt, maak daar een vraagstelling van. Stel die vraag, laat het vervolgens los en ga uit de paniek, ga uit de angst, ga uit het tekort en vertrouw erop dat wat jij moet horen, dat wat voor jou persoonlijk nodig is, dat jij dat gaat krijgen. Want dat gebeurt namelijk als je echt in die ontvangmodus zit. Nou, ik deed dat en gisteravond onder de douche dacht ik ineens, holy shit, oké, dit is wat er nu moet gebeuren. Je laat het even los, Kim, om allemaal nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. Wat jij gaat doen nu op dit moment, wat mensen nodig hebben, is de mensen die je coacht, die hebben extra aandacht nodig. En wat ik ga doen is, normaal gesproken geef ik twee keer per maand geef ik een live Q&A. Ik ga nu de mensen die ik coach, en dat betekent alle studenten, alle deelnemers, alle toppers die een training volgen vanuit In The Law of Attraction Academy. Daar zit een Facebookgroep aan gekoppeld die mega actief is, waar ik ook zelf heel actief in ben. En waar ik nog meer ga helpen, nog meer ga coachen, ga meedenken, ga brainstormen. En dat betekent dat ik wekelijks een live Q&A ga geven. Daarnaast zal ik meer in de groep aanwezig zijn om te kijken wat er speelt. Problemen op te lossen, met mensen mee te denken en er gewoon voor te gaan zorgen. Er zitten ook superveel ondernemers in die groep. Om ervoor te gaan zorgen dat dit gewoon een succeservaring wordt. En vooral dat je je goed voelt, dat je in vertrouwen blijft, dat die inspiratie gaat stromen, maar ook dat je geld gaat verdienen. Want als ik kijk nu naar de studenten en de deelnemers die er nu in zitten, die Law of Attraction Mastery volgen, die gaan als een speer in deze periode. Die zijn totaal niet in paniek. Die krijgen allemaal downloads, allemaal inspiratie. Die manifesteren het een na het ander. Ze komen allemaal met andere businessmodellen. Komen ze ineens aanzetten. En dat is echt fantastisch om te zien. En dat is wat ze leren in Law of Attraction Mastery. En dat komt nu zo enorm van pas. En nou goed, er zijn evengoed vragen en ik kan als coach kan ik evengoed heel veel betekenen. En ik weet ook dat het gewoon heerlijk is om die interactie met de deelnemers te hebben. Dus ik heb besloten, ik ga in plaats van twee keer per week, ga ik de komende tijd gewoon wekelijks coachen. Ik ga wekelijks alle vragen beantwoorden. Ik ga wekelijks live Q&A's geven. En ik ga er gewoon veel meer zijn voor mijn bestaande studenten. En daarnaast heb ik ook besloten, en dat zei ik vrijdag al op de podcast, dat een hersenspinsel was waar ik mee rondliep. Ik ga voor korte tijd, nu gezien de situatie dat vereist, nog een keer Law of Attraction Mastery openzetten voor een nieuwe ronde met een korting.
Ik vind dat wel gepast nu in deze situatie. Ik zei ook, iemand die daar interesse in heeft, die voelde de vorige keer, shit, ik had erbij moeten zijn. Of Kim, ik luister je podcast pas net, ik heb je net ontdekt. Ik wil deelnemen, maar ik kan niet meer, zie ik. En ik wil erbij zijn. Mail mij, want ik zei van, waarschijnlijk komt er een aanmeldformulier op de lijst. Maar wat een beetje mijn ding is, ik kan dingen heel erg last minute bedenken. En dan gooi ik die eruit. En dan verwacht ik van mijn team dat ze acuut handelen. En dat kan niet. Dus daarom zei ik er al bij, als het aanmeldformulier om op de wachtlijst jezelf op de wachtlijst te plaatsen, er niet op staat op de website, op de pagina van Law of Attraction Mastery, dan stuur me even een e-mail. Nou, er is veelvuldig gebruik voor gemaakt. Super fijn, dankjewel alvast. Want dan weet ik dus inderdaad dat er heel veel vraag naar is op dit moment om die training open te gooien weer met korting. Nogmaals, dat vind ik gepast nu. De situatie vereist dit. Ik was het niet van plan op korte termijn, maar ik ga het toch doen. En op dit moment, deze podcast komt dus maandag online, weet ik niet of het aanmeldformulier voor de wachtlijst er dan wel op staat zo vroeg. Waarschijnlijk niet. Dus mijn plan is nu, wat ik je wil vragen, als jij op die lijst wil komen te staan, als je alle informatie wil ontvangen over Law of Attraction Mastery en ook die korting wil ontvangen, mee wil doen met korting. En nogmaals, dit blijft helemaal niet lang geldig. Ik ga dit echt voor limited time ga ik dit aanbieden. Ik benoem dit nu in het weekend. Ik ga het dit weekend uitwerken. Ik benoem dit nu al in deze podcast. Omdat ik weet dat het maar voor korte tijd ga ik hem opengooien. Dan gaat ook die korting eraan gekoppeld zijn. Je moet echt zorgen dat je op die lijst komt. Als het formulier er nog niet is, zorg dan dat jij je aanmeldt. Dat is het makkelijkste voor de wachtlijst voor Business Mastery. Dan ga ik namelijk zorgen dat iedereen die op die wachtlijst staat de mail krijgt voor Law of Attraction Mastery. Want voor Business Mastery staat er namelijk wel een aanmeldformulier voor de wachtlijst. En dan is het voor mij makkelijker om op die manier contact met je op te nemen dan dat ik iedereen persoonlijk moet gaan mailen en al die e-mailadressen moet gaan verzamelen. Dat was niet zo'n handige keuze voor mij. Maar ik wist gewoon op dat moment niet zo snel wat ik moest doen, omdat ik zelf niet die technische dingen kan en zo'n aanmeldformulier op mijn website kan zetten. Daar heb ik een heel fantastisch team voor. En die doen dat ook voor mij. Dus dat zal deze week geregeld worden. Maar als je deze podcast luistert en het aanmeldformulier staat er nog niet op, en aanmelden voor Law of Attraction is nog niet geopend, Law of Attraction Mastery, dan meld je aan voor de wachtlijst van Business Mastery. En dat doe je door of naar de link in mijn Instagram biografie te gaan. Daar ga je dan naar de juiste pagina automatisch. Er staat namelijk in die link online training Business Mastery. Daar klik je op, zet je jezelf op de wachtlijst. Of je gaat direct naar de website www.kimmunnekom.nl en dan klik je op, ja, wat is het, aanbod of coaching. Ik weet het niet hoe het tapje heet uit mijn hoofd. En dan ga je vervolgens ook naar online training Business Mastery en dan zet je je zo op de wachtlijst. Oké, want dit is echt die training, dit is dus echt wat er nu nodig is. Dit is echt wat jij nodig hebt om hier beter uit te komen. Ten eerste met vertrouwen, ten tweede met goed voelen, ten derde met veel meer overvloed, met inspiratie, met dat jij compleet anders gaat denken, waardoor er compleet andere mogelijkheden op je pad komen. Niemand in die academy, ja, dat mag ik niet zeggen, want het zijn honderden deelnemers. Dat kan ik zo niet zeggen. Maar ik wilde gaan zeggen, niemand heeft het op dit moment moeilijk. Zij thriven allemaal. Zij gaan als een speer. Zij stikken van de goede ideeën. Ja, hoe kan ik nou zeggen niemand? Nee, er zal er echt wel een enkeling tussen zitten, hè, die niet volledig de training volgt. Ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. En die kiest om in die slachtofferrol te kruipen. Die mensen heb je er altijd tussen. Maar 90, 95, misschien wel 99% van die toppers, die alles geleerd hebben hoe je de Law of Attraction mastert, die gaan nu als een speer. En die maken zich geen zorgen. En er komen allemaal mooie kansen op hun pad. Het geld stroomt, ideeën stromen, klanten stromen. Overvloed stroomt vanuit alle kanten. Gezondheid stroomt, rust, innerlijke rust stroomt. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. En daarom weet ik gewoon hoe ongelooflijk goed en sterk die training is. En als er iets is wat nu nodig is in deze wereld, dan is het dat. Dus als jij hem voelt en je baalt dat je er vorige keer niet bij was, zet jezelf in godsnaam op die wachtlijst. Want ik beloof je, je gaat mij krijgen als coach heel intensief de komende tijd. Je gaat sowieso rete veel in die training hebben. Die training, daar heb je lifetime toegang tot. Dus als je nu aanmeldt met korting, profiteer je dus. Heb je en het geluk dat je veel minder betaalt. Plus je hebt voor altijd toegang. Deze training is fucking waardevol. En als je het mij vraagt, is dit wat Nederland nu nodig heeft. Dus zet jezelf op de wachtlijst. Deel het met iemand waarvan jij
nu weet van, oh, die zou daar ook enorm mee gebaat zijn, tip die. Laat die persoon zich ook inschrijven op de wachtlijst. Of deel desnoods de mail die je van mij ontvangt op het moment dat de training open gaat nog een keer. Zorg ervoor dat we dit met z'n allen tot een groot succes gaan maken wat er nu gebeurt. Want ik blijf die woorden herhalen. Everything is happening for you and not to you. En daar geloof ik echt enorm in. En het gaat erom hoe jij er zo goed mogelijk uitkomt voor jezelf in deze tijd. Maar ook hoe je er gewoon beter uitkomt. Want dit kan ook voor jou zoveel nieuwe deuren gaan openen. Er gaan zoveel nieuwe mogelijkheden open waar je nog geen weet van hebt. Gewoon puur door anders te denken. En wat ik zie bij klanten, ze manifesteren geld, nieuwe opdrachten, innerlijke rust, vertrouwen. Er zit één dame bij die enorme issues had met haar kind, nou, meerdere zelfs, met hun kind. En die nu compleet gewoon in dat gezin, er heerst zoveel innerlijke rust. Eén moeder had heel veel moeite met een kind wat niet wilde eten. En zij heeft door middel van Love Attraction Mastery, is zij anders met eten gaan omgaan. Ze is anders gaan denken, dus ze straalt wat anders uit. En het kindje eet weer. En er gebeuren zo'n ontzettend mooie, bizarre dingen. Dit geldt niet alleen voor ondernemers, maar dit is de training. Als jij als ondernemer wil thriven, het wil laten stromen op businessgebied. Het is de training op het moment dat je het wil laten stromen op relatiegebied. Het is de training op het moment dat je het wil laten stromen op het gebied van opvoeding. Ik zie zoveel bizarre dingen gebeuren. Law of Attraction Mastery kun je letterlijk toepassen op elk onderdeel in jouw leven. En dat maakt hem zo krachtig. En ik weet het, ik ben bevooroordeeld. Het is de training die ik zelf gemaakt heb. Maar als je ziet wat de resultaten zijn, dit is voor mij gewoon mindblowing en zo ontzettend vervullend. Dit wil je gewoon echt en dit is wat je nu nodig hebt. Dus, laatste keer, meld je aan. Nu eventjes op de lijst voor Business Mastery. Mocht je bij Love Attraction Mastery het aanmeldformulier zien, dat zal waarschijnlijk later op maandag zal die erop staan. Dan kun je het ook automatisch via die lijst doen. Maar dat is wat we gaan doen. Oké, dan nu. Hoe je nu op korte termijn geld gaat verdienen. Er zijn namelijk zoveel mogelijkheden. Maar ik snap dat als je in de paniek zit, dat het gewoon de inspiratie niet komt. En dat het fijn is als je iemand hebt die jou daarin coacht, die je begeleidt, die met je meedenkt. Dus ik wil een aantal ideeën met je spuien, ik wil mogelijkheden, ik wil dat je anders leert denken. En ik weet zeker door deze voorbeelden te benoemen dat jouw brein op een andere manier gaat werken, waardoor je meteen actie gaat ondernemen. En dit is niet een podcast per se alleen maar voor mensen die al een online business hebben. Dit is, of überhaupt een business hebben, dit geldt even voor iedereen die nu thuis zit en die extra geld kan gebruiken. Oké. Allereerste tip die ik met je wil delen. En ik wil ook nog eens even, voordat ik dat begin, ook nog iets zeggen. Weet je wat het ook is? Dit is waarschijnlijk iets, maatregelen die nu voor een paar weken zijn genomen. Ik geloof er niet in dat het voor een paar weken is. Ik denk dat dit langer gaat duren. Ik denk ook dat dit goed voor ons is, dat dit langer gaat duren. Maar ondertussen snap ik ook dat jij geld moet verdienen. Dus denk ook aan de lange termijn. Ben niet daarin te kortzichtig van, oh, het duurt maar een paar weken. Nogmaals, ik weet het niet. Ik ben geen expert, maar mijn gevoel zegt dat dit nog wel eens veel langer zou kunnen duren. En dat het echt van jou nu op dit moment vindingrijkheid vergt en een compleet andere manier van denken en doen. Oké, als eerste, zorg dat je je aanmeldt als freelancer. Ook als je geen bedrijf hebt, je moet een skill hebben en iedereen heeft iets waar hij goed in is. En vaak zie je dat niet van jezelf, maar het zijn de simpelste dingen. En nogmaals, ik ga vandaag ideeën met je delen. Maar meld je aan als freelancer. Google letterlijk freelance werk. Noem maar even iets. Er zijn verschillende sites waar je kan inschrijven als freelancer. Waar je ook inspiratie kan opdoen over wat mensen allemaal, wat ze aanbieden. En ook wat er gezocht wordt. Dat je echt denkt van, wow, kan ik daar geld mee verdienen? Zoiets simpel, is daar behoefte aan? Ik ben daar super goed in. Serieus, je weet niet wat je meemaakt. Dus zorg dat je aanmeldt als freelancer. Dat is één. Dan, een aantal simpele ideeën waar je ook geen diploma voor hoeft te hebben. Dat is ook zoiets. Je hoeft niet een diploma te hebben om dingen aan te bieden. Ik heb bijvoorbeeld, toen ik startte als zelfstandige en extra geld nodig had, heb ik jarenlang bijles gegeven aan kinderen in vakken waar ik goed in was. En dat zijn de talen. Ik ben altijd goed geweest in Engels, Frans, Duits, Nederlands. En daar heb ik les in gegeven, jarenlang. En daar heb ik voor betaald gekregen. En had ik wekelijks verschillende kinderen. En ik was ook al mijn praktijk aan het opbouwen. Van Nooit Meer Op Dieet.
Dus wat er gebeurde was, ik had die praktijklocatie en ik liet die kinderen naar die praktijklocatie komen. Nou, dit kan ook nu online, die bijles. Supergoed mogelijk zelfs. Misschien is het ook nog wel mogelijk om het face-to-face te doen, maar gezien de situatie is dat misschien niet de allerbeste optie nu op dit moment. Maar het gaat erom dat je dat kunt doen zonder diploma. Dat is iets onder andere wat ik heb gedaan. Ik heb heel lang bijles gegeven. Wat heel belangrijk is voor jou nu om over na te denken is, hoe kan ik mensen nu helpen? Waar hebben mensen behoefte aan? Moeders die thuis komen zitten, gezinnen die allemaal thuis zitten, kinderen die thuis zitten. Waar hebben die behoefte aan? Eigenlijk wil iedereen van thuis werken, maar als jij een aantal kinderen thuis hebt, is het een en al chaos. En krijgen de ouders heel weinig gedaan. Hoe zou jij hen werk uit handen kunnen nemen? Hoe zou je de rust kunnen laten wederkeren? Door bijvoorbeeld kinderen les te geven. En dat hoeft niet eens les op het gebied van schoolvakken. Je zou ook een bepaalde, ik noem maar even iets, een tekenles, een dansles, een whatever. Je kan van alles aanbieden. Het is zo simpel als je out of the box denkt. En heel veel ouders staan ervoor open dat in plaats van een tekenfilm aan te zetten, kinderen een les te laten volgen. Je hebt geen idee wat je allemaal kan doen. Een organizer, iemand die het huis organiseert. Ik noem maar even iets, hè. Iemand die het huis organiseert. Misschien professional organizer. Ondernemers die het nodig hebben om orde op zaken te stellen en die een sparringspartner nodig hebben. Of gewoon iemand die met ze meekijkt van hoe kan ik dingen efficiënter doen. Misschien ben jij daar wel rete goed in. Is dat jouw superpower? En ik kan uit eigen ervaring spreken, het is absoluut niet mijn superpower. Ik haat dat. Ik heb daar Gemma voor. Die is gestructureerd, die plant, die denkt vooruit. Ik niet. Ik ben een rommelkont. Ik ben ongeorganiseerd, ongestructureerd. Ik denk niet vooruit. Het lijkt net of ik een verschrikkelijk persoon ben, maar ik ben bijvoorbeeld heel creatief. Ik denk out of the box. Weet je, ik heb die skills die echt een ondernemer nodig heeft. En daar ben ik volledig oké mee. Maar ik heb wat op andere gebieden, mijn zaak is gewoon niet op orde. En daar heb ik Gemma voor. En die regelt dat al jaren. En dat werkt fantastisch. En bij ons thuis is zijn vriend die persoon die dat heeft. Ik heb dat niet. En dat is oké. Ja, daar hoef je niet boos over te zijn. Je bent daardoor niet minder. Het is niet dat je daardoor geen goede ondernemer bent. Maar het is goed om daar aanvulling voor te zoeken. En als jij die skill hebt, dan bied die aan. Want er zijn ondernemers die daar behoefte hebben. Er zijn huishoudens die behoefte hebben aan organizing. Serieus, je hebt geen idee. Ook al heb je dat zelf niet, wil dat niet zeggen dat een ander daar geen behoefte aan heeft. Je kan schoonmaken, je kan honden uitlaten voor mensen. Misschien ben je eventmanager en is alle events gecanceld. Kun je nadenken over wat je wel voor iemand kan betekenen. Er is op dit moment namelijk heel veel behoefte aan mensen, ondernemers die met handen in het haar zitten, of grote bedrijven, die hulp willen bij het cancelen van hun event op zo'n manier dat het in hun voordeel werkt. Dat ze bijvoorbeeld hun geld terugkrijgen, andere voorwaarden waaraan voldaan kan worden, zodat ze niet enorm veel geld verliezen. Daar zijn experts voor nodig. Daar is behoefte aan op dit moment. Dus je kunt misschien geen events plannen, maar kun je misschien binnen jouw branche ander werk verrichten. Mensen helpen met het cancelen van events op een zo bevredig mogelijke manier. Bevredigende. Ja, je snapt wat ik bedoel. Dat is ook outside of the box denken. Er zijn nu, even kijken, andere diensten. Bijvoorbeeld, hè, je bent kapper. Je werkt normaal gesproken één op één met mensen. Of je bent fotograaf, of je bent advocaat. Of je geeft muziekles, of whatever. Fysieke danslessen, noem maar even op. Ga nadenken over, wat kan ik online doen? Nee, een kapper kan niet inderdaad mensen online knippen. Maar een kapper kan misschien wel online producten gaan verkopen. Misschien kun je, een klant van mij die doet dat, productfilmpjes maken en producten verkopen. Als het goed is, heb je een bepaalde marge op die producten. Daar verdien je mee. Ga filmpjes maken met hoe je die producten gebruikt en ga producten verkopen. Een ander ding is, ontwikkel, het hoeft niet in een hele online academie, het hoeft niet ingewikkeld. Ontwikkel een videotraining die je voor een laag bedrag kan verkopen, waarin jij mensen leert bijvoorbeeld om zelf bepaalde dingen met hun haren te doen. Ik zou het echt wel willen leren van iemand die ik vertrouw, die ik goed ken, die noem maar even op, van een kapper die voor mij vertrouwd is, om heel mooi te leren vlechten of mijn kinderen te leren vlechten. En ik weet dat ik dat op YouTube allemaal kan gaan opzoeken, maar nog zou ik het willen leren van een kapper die ik vertrouw, die waarde laat zien, die fijne producten erbij verkoopt. Ik zou daarvoor openstaan, serieus, en met mij heel veel anderen. Dus ga nadenken over, wat voor training kan ik geven? Kan ik misschien, je kunt ook denken als kapper van, goh, ik heb een goed lopende salon. Kan ik andere kappers ondernemerslessen meegeven? Hoe ze een succesvolle salon opzetten? Hoe heb ik dat gedaan? En dat hoeft niet ingewikkeld in een hele online leeromgeving. Je hebt je telefoon nodig en je filmt jezelf
En je teacht, that's it. Meer dan dat hoeft het niet te zijn. Het hoeft geen training te zijn van duizenden euro's of honderden euro's. Het kan simpel, maar het gaat erom dat jij op een simpele manier leert denken. Dan bijvoorbeeld een fotograaf. Wat kun jij een ander leren? Ik zou willen leren hoe ik bijvoorbeeld met mijn iPhone mooie foto's kan maken. Hoe ik bepaalde foto's kan bewerken. Hoe ik een bepaalde feed kan ontwikkelen voor mijn Instagram. Ik noem maar even iets, hè, maar er is vraag naar. Hoe maak je professionele foto's met je iPhone? Ontwikkel zo'n cursus, want jij weet dat waarschijnlijk. En ook dat, verkoop dat voor een laag bedrag. Maar het gaat erom dat er zoveel mogelijkheden zijn. Dat is maar een tip. Dan een advocaat. Kun je diensten online aanbieden? Kun je documenten online aanbieden? Kun je advies online aanbieden? Muzieklessen? Kun je een online... ook dat weer. Kun je video's gaan maken waarin je online les geeft? Er zijn mensen die het doen. Het bestaat. Dit is een business. En het kan op korte termijn gerealiseerd worden. We hebben allemaal een telefoon. We hebben allemaal een camera tot onze beschikking. En we hebben allemaal... Er zijn gratis tools. Ook Vimeo waar je iets in kan uploaden. En dan kun je via de mail... Kun je gewoon mensen lessen versturen? Zo simpel kan het zijn. Je kunt het op YouTube zetten. Dat kun je afschermen. Weet je, dit is allemaal hartstikke gratis. Je kunt een besloten Facebookgroep aanmaken waar je video's in post. En je laat dat je online leeromgeving zijn. Waar je ook nog eens met mensen kan connecten. Super waardevol op dit moment. Maak een groep aan, maak een besloten, post daar je training in. Dat kost je super weinig werk. Je hebt het binnen een paar dagen opgezet. Je kan meteen klanten aannemen. Mensen, je kan zo een factuur sturen. Of je maakt een factuur in Word. Of je laat ze zo betalen. Maakt allemaal niet uit. Het is allemaal zo simpel. Maar je moet simpel leren denken. Kun je oppassen op kinderen eventueel, als dat nog kan? Kun je inderdaad kinderen lesgeven? Kun je ze tekenles geven? Kun je ze muziekles geven? Kun je ze online dansles geven? Kun je bijles geven, bepaalde vakken? Er zijn zoveel dingen die je kan doen. Denk echt na over wat mensen nodig hebben op dit moment. Mensen hebben rust nodig. Hun kinderen die toch les krijgen, zouden ze super fijn vinden in plaats dat ze allemaal maar thuis zitten en niks doen. Waar hebben mensen de meeste pijn op dit moment? En kijk eens hoe jij die pijn kan oplossen. Misschien ben je wel sportleraar of ben je gewoon zelf een hele goede sporter en zit je thuis. Je hoeft geen personal trainer te zijn om mensen te kunnen helpen op het gebied van sporten. Jij moet gewoon een bepaalde skill hebben en weten hoe je die kunt teachen aan iemand. Heb je wel een business als personal trainer? Ga eens kijken naar, kan ik niet personal trainingslessen online geven? Sommige mensen hebben geen behoefte aan dat groepsgebeuren. Die willen nog steeds 1-op-1. Spreek een vaste tijd af en geef online coaching. Het kan. Je kan op dit moment, in deze tijd die we leven, dat is zo mooi. Alles kan online. En ja, het maakt misschien even dat je uit je comfortzone moet en dat je het eng vindt om voor een camera te gaan staan. Maar oh my god, dit leer je zo snel. Echt waar. Er zijn zoveel mensen die dat doen. Laat dat alsjeblieft niet een belemmerende factor zijn. Dat is in het begin awkward. Ja, het is even wennen, maar je shift dat binnen no time. En al helemaal als je ziet dat je mensen blij maakt, dat je mensen helpt. En ook die sportlessen, 1-op-1, zou het nog eventueel buiten kunnen op dit moment. Ik zie dat hier in Maastricht op de Sint-Pietersberg wordt er nog veel gesport. Zorg dat je voldoende ruimte houdt, dat je niet in elkaars buurt komt. En je kan nog even goed sportlessen geven. Dit zal misschien veranderen op korte termijn. Ik weet niet hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen, maar dan stap je over naar online. Sommige mensen hebben niks met online, die zitten daar totaal niet op te wachten. En die hebben wel die behoefte om lekker met jou naar buiten te gaan. Nou, dan kijk je naar kleine groepjes, je houdt afstand, er is zoveel mogelijk. Maar ook als je geen personal trainer bent, maar je sport zelf regelmatig en je kan iets heel erg goed. Wat zou je dan kunnen doen? Denk daar eens over na. Je hoeft jezelf ook geen personal trainer te noemen. Je kan jezelf een workout accountability partner noemen. Of een trainingsbuddy of whatever. Het gaat erom dat jij een skill hebt waar je een ander mee kan helpen. Misschien ben jij wel supergoed in gezond eten. En kun jij vrouwen die willen afvallen, kun jij coachen? Nee, je hebt geen bedrijf. Nee, je bent geen ondernemer. Nee, je weet niet hoe dat allemaal werkt. Maar het gaat om de simpelheid. Doe een oproepje in een Facebookgroep, bijvoorbeeld lokaal. Of in een Facebookgroep waar veel vrouwen samenkomen die willen afvallen. Even kijken, ga samen. Doe een oproepje naar een fitnesscentrum dat nu dicht is. En dat misschien een nieuwsbrief eruit doet. Dan snap je zoiets? Er zijn zoveel mogelijkheden waar je aan kan denken. Je kan op je eigen Facebook kun je een oproepje doen. Nogmaals, in lokale Facebookgroepen kun je een oproepje doen. Je kan van alles doen. En je hoeft niet meteen de hoofdprijs te vragen. Maar het gaat erom anders denken, zodat jij nu geld gaat verdienen.
En er is zoveel mogelijk. En je hoeft niet overal een diploma voor te hebben. Weet dat ook. Ik ben echt geen fan van, je hebt nergens diploma voor nodig. En ga maar gewoon wat doen als je ergens zin in hebt. Nee, ook niet. Maar deze situatie vergt gewoon vindingrijkheid. En er is gewoon heel veel mogelijk. Ik ben ook zonder diploma gestart als voedingsdeskundige. Ja, ik heb nu een diploma. Maar ik ben begonnen met mensen helpen zonder diploma. Ik heb bijles gegeven zonder diploma. Ik was gewoon rete goed in taalles geven. Nou, dat ben ik gaan doen. Zonder diploma ben ik begonnen met tennisles geven. Ik heb gedurende het traject wel mijn diploma gehaald. Maar ik ben zonder diploma begonnen. Dat is met alles zo. Jij hebt een skill. Het gaat erom dat het tijd is dat je dat gaat ownen. En als het goed is, moet de situatie op dit moment jou zo triggeren dat je denkt, fuck it, ik doe het gewoon. Jij kan iets heel goed en diep van binnen weet je dat. En je hoeft daar geen ondernemerskill voor te hebben. Je kan nu op dit moment in deze wereld waar we in leven, met alle online mogelijkheden, kun jij gewoon iets opzetten, iets heel simpels. En wie weet leidt het tot een hele mooie business. Misschien is het nu wel het moment om iets te starten en wie weet wat eruit komt. Maar het hoeft niet. Het kan ook gewoon voor de time being een extra inkomen opleveren. Zoek Facebookgroepen op. Echt, er zijn jouw droomklanten, die bevinden zich al overal. Je moet alleen weten waar je ze kunt vinden. Je kunt ze vinden in besloten Facebookgroepen. Je kunt ze vinden op bepaalde Instagram-accounts. Je kunt ze vinden in lokale Facebookgroepen. Ook dat is een hele goede. Facebookgroep is gewoon echt een hele goede. Je kunt ze vinden op je eigen profiel. Mensen die jou al langer volgen en die jou inspirerend vinden. Omdat jij bepaalde skills hebt. En misschien is het voor jou wel super makkelijk om gezond te eten. En op een bepaalde manier keuzes te maken. Ik noem maar even op. Maar je hebt geen idee. Want juist wat voor jou makkelijk is, is voor de ander een struggle. Wat voor jou makkelijk is, is jouw zone of genius. En daar kun je een ander mee helpen en daar mag jij op dit moment ook iets voor vragen. Zo simpel is het. En soms is het zo, als je ergens nog niks voor hebt opgebouwd, dat je bijvoorbeeld zegt, je doet een oproepje voor mensen. Ik ken iemand bijvoorbeeld die zei van, nou, ik wil als professional organizer wil ik werken. Ik bied voor 5 vrouwen, bied ik op dit moment aan om hun huis te komen organiseren, of om hun business te komen organiseren. Ik heb testpersonen nodig, ik wil kijken hoe goed ik hierin ben en ik wil kijken hoe ik je optimaal kan helpen. Ik ga dit gratis doen, ik bied dat even aan. In ruil voor testimonials. Nou, in no time waren er mega veel reacties. En doordat zij zo goed werk leverde, en dat is de kracht van mond-tot-mond reclame, gingen die vrouwen gingen weer die professional organizer aanraden aan hun vrienden, aan hun collega's, waardoor zij gewoon een dikke vette business heeft nu. En zo kan het gewoon gaan als jij actie onderneemt en gewoon laat zien dat je ergens goed in bent. Je kan chauffeur worden voor bepaalde bezorgservices, voor eten dat bezorgd moet worden, voor pakketjes die bezorgd moeten, voor kleding die bezorgd moet worden. Je kan zoveel doen. Ga zelf dingen verkopen op Marktplaats. Ik doe dat regelmatig, verkoop ik kleren op Marktplaats. En alles wat je niet nodig hebt. Zijn vrienden en ik doen dat ook echt regelmatig, dat we dingen verkopen die we niet meer nodig hebben. Tegen een klein bedrag maak je iemand anders nog ergens blij mee. Er is zoveel wat jij nu in huis hebt, wat je niet meer nodig hebt, ga dat verkopen. Alle beetjes helpen. En in deze tijd van het internet, en kun jij zoveel doen wat je nu doet, of wat je wil doen. Dus als je ondernemer bent, wat je nu doet, zou je online kunnen doen. Ben je nog geen ondernemer, maar heb je gewoon een skill, en kun je gewoon iets heel erg goed. En ja, hou op met ik kan niks, want iedereen kan wat. Niet doen. Als je niet weet waar je goed in bent, dan ga je dat maar eens vragen aan degene die dicht bij je staan. Ga maar eens vragen, wat vind jij nou bijzonder aan mij? Wat vind jij dat ik goed kan? Waarin ben ik uniek? En je gaat versteld staan van de antwoorden. Via Zoom of via Skype of via Facebook of... er is zoveel mogelijk op dit moment. Maar jij moet outside of the box gaan denken. Er zijn ook heel veel ondernemers in deze tijd die al wat verder zijn, die een succesvolle business hebben opgebouwd, die hulp nodig hebben. Misschien ook wel starters die zoiets hebben van, nou, ik zou super graag nu al met een VA willen werken. Ga jezelf inhuren als VA. Een VA is een virtual assistant. Ga je zelfs verhuren als een VA, bedoel ik. Een VA is een virtual assistant. Om heel eerlijk te zijn, ik wilde dit eigenlijk niet benoemen, maar ik doe het wel om je gewoon een idee te geven. Ik heb deze week een gesprek gehad met een bemiddelingspartij. Ik ga namelijk mijn team uitbreiden met heel concreet een technisch VA, een klantenservice VA en een content creator. Dat zijn 3 dingen die ik op dit moment nodig heb. Daar heb ik, mijn business groeit zo enorm hard en ik wil voor dit jaar, ik heb zo'n ambitieuze doelen, ik heb echt hulp nodig gewoon op dit moment. En
Nou ja, een technisch VA hebben we al gevonden. En een klantenservice VA en content creator, daar zijn we nu naar op zoek. Ik wilde dat eerst niet benoemen. Waarom niet bewust? Omdat ik in het verleden heel veel berichten heb ontvangen toen ik dat een keer riep. Ik ga mijn team uitbreiden voor mensen die voor mij wilden werken. Wat super lief is. En wat ik ook heel erg, ik benoem het nu bewust wel, hè? Dat doe ik ook met een reden. Wat super lief is, maar er zitten ook heel veel beginners tussen. En daar is niks mis mee. Maar ik merk op dit moment dat ik heel erg behoefte heb aan iemand met ervaring. Iemand die rete goed is in wat hij doet. En dat ook aan mij kan laten zien. En niet alleen maar iemand die mijn business geweldig vindt en misschien wel mij geweldig vindt en voor mij wil werken. En hoe lief ik dat ook vind, dat is niet wat mijn bedrijf voorwaarts gaat, wat mijn bedrijf voorwaarts gaat helpen. Maar wat ik hiermee wil duidelijk maken, is ook niet dat ik zeg van ga geen contact met me opnemen, want dat wil ik niet. Nee, dat zeg ik niet. Als jij je aangesproken voelt voor een van de functies en je denkt dat je kwaliteit kan leveren. Ik heb een hele precieze functiebeschrijving. Die ga ik misschien nog wel delen online. Moet ik even kijken hoe dat gaat werken, want we zijn met een bemiddelingspartij bezig op dit moment. Ik wil even kijken hoe dat gaat. Dan zeker neem contact met me op. Je mag me dan, ik denk dat het beste is om te mailen naar info@kimmunnekom.nl. Dan zeg je, ik heb je podcast geluisterd en ik hoorde dat je op zoek was naar uitbreiding van je team. Dus heel concreet, waar zijn we naar op zoek? Een klantenservice VA en een content creator. En dan, ik zal even kort benoemen wat ik nodig heb. En ik benoem dat nu in deze podcast omdat er ondernemers zijn die hulp zoeken, ook op dit moment. Ik zit zelf niet in een crisissituatie. Helemaal niet zelfs. Ik zie alleen maar mogelijkheden en ik wil dus mijn team gaan uitbreiden om het alleen maar groter te maken. En zo zijn er met mij nog veel meer ondernemers. En ik zeg dit dus omdat als jij een skill hebt die een ondernemer enorm kan gebruiken, en trust me, er zijn zoveel skills die ondernemers kunnen gebruiken op dit moment, dan ga jezelf aanbieden als VA. Ga helpen, ga contact opnemen. Misschien is er wel een ondernemer waar jij ontzettend graag mee wil werken. Neem contact op. Nee heb je, ja kun je krijgen. Dat is altijd mijn mindset. Nou, om even kort samen te vatten waar wij naar op zoek zijn. Voor klantenservices heel concreet. Mails beantwoorden. Er zijn zoveel studenten nu die door Love Attraction Mastery, Weight Loss Mastery, die een training volgen in de Love Attraction Academy. Echt, ik heb het nu op dit moment over honderden. Dat betekent dus ook dat er heel veel vragen zijn. En nogmaals, en Gemma doet nu veel de communicatie, maar ze kan het allemaal niet meer aan. Dus wij hebben echt iemand nodig die namens team Kim Munnekom op een hele fijne, prettige manier, probleemoplossend, kan reageren op bestaande klanten. En ook op zo'n manier zoals ik het zou doen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Super klantvriendelijk. Ik vind klanten zelfs ontzettend belangrijk. Ik wil dat rete goed geregeld hebben. Dus daar moet nu iemand voor komen. Daarnaast heb ik met die functie samen gaat ook een stukje community management. Omdat de community steeds groter wordt, heb ik het gewoon nodig dat daar naast mij nog iemand op zit. Dus dat is de ene functie. De andere functie gaat over contentcreatie. En dan ben ik vooral op zoek naar, ik heb heel veel content, ik heb heel veel podcasts, ik heb heel veel video's. En die content wil ik veel meer gaan inzetten. Op een veel breder vlak gebruiken. En ik heb iemand nodig die me daarbij gaat helpen. Dus niet iemand die nieuwe dingen gaat ontwikkelen per se. Want mijn stem is er al. De content is er. Maar ik wil dat die content hergebruikt wordt. En ook dat bijvoorbeeld vanuit podcast blogs geschreven worden. E-mails, noem maar op. Hè, op die manier om het gewoon de dingen die er zijn, want er is gewoon heel veel goede content, dat die op een veel breder vlak wordt ingezet. En iemand die echt met die open staat om te leren. Ik heb een hele duidelijke, sterke visie waar ik naartoe wil dit jaar met mijn bedrijf, überhaupt naar de toekomst toe. En ik wil iemand die achter deze missie staat, die zich helemaal kan vinden in waar ik voor sta, die mij ook al volgt, die weet welke content dat ik aanbied. En die ook kan leren om te schrijven hoe dat ik schrijf. Daar komt het eigenlijk op neer. Schrijven hoe dat ik schrijf, die met me mee kan denken, die met me kan sparren. Iemand die proactief is, iemand die een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Als er een keer een spoedje is, dat je het niet erg vindt, dat je niet van 9 tot 5 werkt, maar wat langer. Snap je zo'n dingen allemaal? Ik kan nu nog geen vaste uren noemen. Dat zal afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt. En ook, ik merk als het goed gebeurt, dan betaalt een VA betaalt zich automatisch terug. Nou ja, hoeveel te meer het oplevert, hoeveel te hoger dat de compensatie ook kan zijn. Daar komt het gewoon op neer.
Dus dat is eventjes in een notendop. We hebben nogmaals een hele precieze beschrijving van de functies heb ik gemaakt. Want er zijn voor mij gewoon een aantal dingen die ontzettend belangrijk zijn. Ik ga niet zomaar met iemand werken. Het moeten echt A-players zijn. Het moet iemand zijn die ook wil bijdragen aan een hogere missie die ik heb met mijn bedrijf. En niet zomaar ik wil geld verdienen of ik wil mijn werk doen. Nee, daar wil ik niet mee werken. Het klinkt allemaal heel hard wat ik nu zeg. Maar ik denk diegene die zich hierin kan vinden, die snapt helemaal wat ik bedoel. Echt iemand met passie voor zijn vak. Dat is wat ik zoek. Want dat voel je namelijk. Iemand die met mij mee wil denken. Die echt wel toe wil werken aan die grotere missie. En ik heb echt een hele grote missie met wat ik wil gaan neerzetten. Dus met mij zijn er meerdere ondernemers die hulp nodig hebben. Ik heb hulp nodig, maar anderen hebben ook hulp nodig. En er zijn ook starters die hulp nodig hebben. Je kan voor een laag bedrag je diensten aanbieden. En wat ik je ook heel erg adviseer. Ik waardeer dat ook heel erg als mensen mij een bericht sturen dat ze graag voor mijn team willen werken. Waardeer ik het altijd heel erg als iemand er zo in staat. Want dat vind ik namelijk een winnaarsmentaliteit. Van ik ben bereid om in een proefperiode bijvoorbeeld voor, ik noem maar even iets, voor een lager bedrag voor iemand te werken. Want ik vertrouw erop dat als ik met een ondernemer ga werken en ik kan mijn kwaliteit bewijzen en ik kan laten zien wat ik waard ben. Dan weet ik dat die ondernemer mij steeds beter gaat belonen en dat ik een essentieel onderdeel word van dat team. En dat is me zoveel waard, dat groeiproces, dat ik bereid ben. Want ik heb ook wel eens mails gekregen van mensen die zeiden, ik wil zo graag dit voor je doen. Desnoods doe ik het gratis. Nou ja, dat wil ik niet, want ik wil gewoon echt iemand compenseren voor wat hij doet. Maar vaak is er wel een bepaalde proefperiode nodig. Ook zo van, oké, weet je, ja, je moet je ook bewijzen. En dat zien van, oké, het gaat wat opleveren. En er zit een heel groot verschil, vind ik, daarin in mensen. Sommigen, daar zie je gewoon echt, die doen het alleen maar voor het geld. En anderen doen het echt voor, ik geloof in die grotere missie. En ik vertrouw er ook op dat als ik nu deze keuzes maak om bijvoorbeeld mijn diensten nu voor een lager bedrag aan te bieden, weet ik, want ik vertrouw op die persoon en ik vertrouw op mezelf en ik geloof voldoende in mezelf en in dit grotere geheel, dat ik gecompenseerd ga worden voor wat ik waard ben. En dat wordt alleen maar meer als ik dat vertrouwen nu uitspreek. En in het begin misschien wat, nu zeg ik dat niet terughoudender, maar wel een beetje ingedimder van oké, ik ga mezelf eerst bewijzen. En ik weet dat ik daarvoor beloond ga worden. Zo zei ik het denk ik het beste. Het is ook zo'n mooi voorbeeld van iemand, wat ik ooit las in een boek. Die wilde heel graag in een bepaalde kledingwinkel werken, maar hij werd steeds niet aangenomen. En toen ging die kledingwinkel binnen en toen ging die, s'avonds liep hij binnen op het einde van de dag. Het was een rommeltje. En zei hij, vind je het goed als ik even help met wat kleren opvouwen? Ja, waarom zou je dat doen? Zegt de eigenaar. Ja, gewoon omdat ik het leuk vind. Oké, wat jij wil, ga je gang. Dus hij ging netjes kleding opvouwen in die winkel. En toen alles opgeruimd was, was de sluitingstijd. En zei hij, dankjewel. En liep hij de winkel uit. En het personeel keek elkaar aan van, wat is dit? En de volgende dag kwam hij terug, zegt hij, zou ik weer wat kleding op mogen vouwen? Ga je gang, zei de eigenaar. En hij begon weer met allerlei, de boel netjes te maken en alles perfect te doen. En dezelfde avond liep hij weer naar buiten en zei hij, dankjewel. En de eigenaar zei, hey, wacht eens even, wil jij soms een baan? Ja, dat zou ik superleuk vinden. Ja, kom maar, je bent aangenomen. Kijk, op die manier, dat is dus echt een succesmindset en een winnaarsmentaliteit. Als ik voor iemand zou werken, voor zou willen werken, zou ik het precies op die manier aanpakken. En inderdaad, misschien wel gratis. Dan zou ik echt zeggen, oké, weet je, geef me een kans. Laat me dit een paar weken gratis doen. Laat me een gratis opdracht doen, dat is ook een hele goeie. Laat me bewijzen. Laat me bewijzen. Ik wil jou laten zien hoe goed ik ben. En wat ik voor jouw bedrijf kan betekenen. Wetende dat als jij dit uitvoert en je doet het gratis en je laat je kwaliteiten zien, dan krijg jij een baan en word je dik gecompenseerd en maak je onderdeel uit van een team met een mooie missie. Ik vind dit fantastisch. Ik zou dit ook zo aanpakken. En dit is een winnaarsmentaliteit. Dit is denken in mogelijkheden en dit is iets doen vanuit passie en niet alleen maar om geld te verdienen. En dat voelen jouw klanten als ondernemer. Ondernemers voelen dat als jij wil werken met iemand, als je onderdeel wil uitmaken van een team. Ik hou er niet van als ik dat voel. En niet omdat ik iemand niet wil compenseren, daar gaat het niet om. Het gaat me om de mindset erachter. Ik sta heel erg voor geven, 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 geven. En in dienst staan van en mensen zo goed mogelijk helpen. En ja, ik weet dat ik along the way, dus door dat te doen, door heel veel mensen te helpen, ook zelf gecompenseerd ga worden. En dat ik daar dik voor beloond word. En ik geloof er ook in dat dat geldt voor mijn team. En dat is precies hoe het zich tot nu toe heeft ontwikkeld. Nou, dit wilde ik met je delen. Dit gaat heel breed. Het gaat erom dat jij gaat denken in mogelijkheden. Dat je echt je mind openzet naar
dat de limitless possibilities die er zijn, echt, oh, trust me. En ik zie dit dus terug in de Law of Attraction Academy. Alle mensen die de Law of Attraction Mastery Training volgen, die denken op zo'n ander level nu, hè. Dat het dus allemaal voor ze stroomt. Financieel stroomt het, qua klanten stroomt het, qua business stroomt het, qua mindset stroomt het, qua liefde stroomt het, qua vertrouwen stroomt het. En dat is zo belangrijk in deze tijd. Als echt iedereen de Law of Attraction zou masteren, hè, nu op deze wereld, dat meen ik echt en nu voel ik mijn missie nog sterker. Als iedereen de Law of Attraction zou masteren en dit zou kunnen voor zijn eigen leven, zag de wereld er compleet anders uit. Was er geen geldtekort. Dan zeg ik niet dat er geen uitdagingen waren, maar iedereen ging anders om met uitdagingen. Als je dit kan, shift je hele realiteit. Je hebt geen geldproblemen meer. Je voelt je in overvloed. Op relatiegebied stroomt alles. Op gezondheidsgebied, op gewichtsgebied. Op businessgebied, op werkgebied. Maar vooral van binnen. Dat je diep van binnen continu voelt en weet. Er wordt altijd voor mij gezorgd. En ik weet precies welke knopjes ik moet indrukken, hoe ik het moet aanpakken. Want in de Law of Attraction Mastery leer ik je namelijk echt stap voor stap voor stap voor stap hoe dat dit werkt. Ik neem je helemaal mee. En ik coach je heel intensief om die master te worden in de Law of Attraction. Het is niet voor niks dat mensen aangeven mijn complete leven is getransformeerd sinds ik die training volg. Het is ongelooflijk. Ik ben zo blij dat je op mijn pad bent gekomen. En dat is niet om mezelf weer heel veel veer in de reet te steken. Helemaal niet. Maar ik krijg de meest emotionele berichten terug van klanten. Dat ze echt voelen van Jezus, dit is de beste training die ik ooit in mijn leven gevolgd heb. En dat is de reden dat ik nu zeg, ik gooi hem open. Dit is een crisissituatie. Mensen verdienen dit. Ja, ik ga er een dikke korting aan koppelen. Zorg dat je erbij bent, want dit is wat je nodig hebt. Zorg dat je je inschrijft. Ik kan nog heel veel gaan zeggen, ga ik niet doen. Ik wil het hierbij laten. Ik hoop dat ik je vandaag heb kunnen inspireren tot het op een andere manier denken. Misschien heb ik de tip gegeven of heb ik iets gezegd waardoor het weer bij jou dat er weer iets anders aanging, waardoor je op een ander level denkt. Ik hoop in ieder geval dat ik een aantal mensen echt enorm heb kunnen inspireren en heb aangezet om out of the box te denken en om actie te gaan ondernemen. Zorg dat jij geld gaat verdienen. Op wat voor manier dan ook, jij kan dit. En ik weet, diep van binnen wil je dit ook. En het kan op een manier die niet moeilijk is. Geloof daarin. Alright jongens, meld je aan voor de wachtlijst van Law of Attraction Mastery. Zorg dat je erbij bent. Ik zou het super leuk vinden om de komende tijd jouw coach te zijn. Lijkt me echt fantastisch. Want dat is wat er gaat gebeuren. Ik ga heel intensief coachen nu in die academy. Dus als jij besluit om je in te schrijven nu alsnog, om gebruik te maken van deze fantastische aanbieding, dan ga ik je coach zijn en dan gaan we samen voor zorgen dat jij je doelen en je dromen gaat waarmaken. Want jongens, dit bestaat. Als anderen het kunnen, kun jij het ook. Alright, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!